Hi, ik ben Britt. Vroeger was ik zwaar depressief en suïcidaal en nu heb ik mijn geluk weer mogen vinden. Toen ik jong was, werd ik veel gepest en ik voelde me heel vaak alleen. Dus toen ik jarenlang deze gevoelens heb opgekropt, ontwikkelde ik rond mijn 12e een depressie en suïcidale gedachtes. Het pest hield niet op toen en naarmate ik ouder werd, werd de depressie steeds erger. En op mijn 16e zag ik het leven niet meer zitten en probeerde ik voor het eerst mijn eigen leven te nemen. Toen ik 18 was, was mijn laatste poging en ik nam 100 pillen en zo belandde ik in het ziekenhuis. Tegen deze tijd had ik al heel veel leuke vrienden. Ik zat al jaren in therapie, maar niets hielp. Mijn psychiater vertelde me dat ik een verloren geval was. Dat ik al het resultaat had behaald wat er te behalen was. En dat ze niets meer voor mij konden doen. Ik was hopeloos. In deze tijd wist ik wel van Gods bestaan af. Maar ik voelde me heel alleen en ik voelde me in de steek gelaten. Dus ik dacht dat hij me had verlaten. Toen, tot op een dag, een vriendin van mij vroeg of ze bij mij kon blijven slapen. Omdat een vriend van haar in Utrecht gedoopt zou worden. En zij woonde te ver weg om diezelfde dag erheen te reizen. Dus ze bleef bij mij slapen. En toen, ongeveer een half uur voordat zij naar de kerk moest, toen vroeg ze ineens, ja, wil jij ook mee? En hier was ik eigenlijk al 2 dagen lang op aan het hopen, maar ik durfde het zelf niet te vragen. Dus ik was super enthousiast en ik ging ook mee. En tijdens die dienst hadden ze het heel even over de Bijbelschool. En toen sprak God tegen mij. God vertelde me, dit is het en dit moet je gaan doen. Ik had het nog nooit echt meegemaakt, maar ik wist zeker, dit is van God. En de timing kon niet beter zijn. Ik was net mijn opleiding verloren, ik was net mijn baan verloren, dus ik had helemaal niks te doen. Dus 2 maanden later kon ik starten. Maar ja, ik zat nog steeds met suïcidale neigingen en de gedachten aan de dood waren constant. Dus college was echt mijn laatste hoop. Ik had nooit kunnen verwachten wat God in de afgelopen maanden heeft gedaan voor mij. Hij heeft heel veel herstel gebracht. Ik heb mogen leren vertrouwen op hem. Ik heb zijn liefde echt voor de volle 100% mogen ervaren. En bovenal ben ik niet meer depressief. Heb ik eigenlijk nooit meer suïcidale gedachtes. En ben ik oprecht gelukkig. Ik weet nu ook dat God gewoon altijd bij mij is. Altijd bij me zal zijn. Maar ook altijd bij me geweest is. En dat vind ik zo ontzettend mooi. Ik ben de tweede week van college. Of de eerste week van college ben ik gedoopt. Voor mij hielp dat nog niet echt. Iedereen zei altijd, je wordt schoongewassen en alles zal. En dat was bij mij niet zo. Ik ervaarde juist heel veel meer strijd. Maar die week daarna, toen kwam Willem Viegen, die kwam bij ons spreken. En die heeft toen ook met mij gebeden voor bevrijding. Ik denk dat daar wel echt een beetje in gang is gezet. Dat ik heel veel zondes kon belijden, maar ook echt om vergeving kon vragen. Ik had wel om vergeving gevraagd, maar nog nooit echt. Want ik was toen pas net gelovig. Dus ik zat pas net in de kerk, dus ik kende het allemaal nog niet echt. Maar toen ging ze dus bidden om bevrijding. En ik denk dat het daar wel echt in gang is gezet. En daarna heeft God gewoon geleidelijk over de afgelopen maanden gewoon heel veel herstel gebracht. En trauma's helpen verwerken en dat soort dingen.